Nou, altijd fascinerend. Meestal heel leuk. En soms ook wel echt een beetje zorgelijk of gewoon heel raar. Ja, ja. Vertel eens, wat sprong eruit in die 3 jaar? Ik denk dat die sekspoppen, die vond ik vrij weird om te onderzoeken. Dat is mij ook niet gelukt om daar seks mee te hebben. Dat was wel jouw bedoeling? Dat was, ik had wel een beetje een idee van, dat is een soort extended vibrator. Dat moet je toch gewoon kunnen, zo'n soort sekstoel. Maar nee, als je daarnaast ligt, er wordt nu net gezegd bloedmooi. Maar ten eerste, ik had een mannelijke pop gehuurd. Die was ongeveer 1,40 meter. Ik weet niet, die kwam vanuit... Je moet er wel. Daar heb je hem, Nick. Op de website had hij nog een hele grote bos haar. Ineens kreeg ik hem kaal aangeleverd. Oh. En die ligt dan op zo'n bed. Dat is met je eigen man meestal ook, hè? Die begint ook met haar. Ja, ja, precies. Dus dat ging ineens heel snel. Dus het voelde voor mij een beetje alsof je naast een lijk ging liggen. Dus ja, verder dan dit kwam ik niet. Ja. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vond... Kijk, ik heb heel veel onderzoek ook gedaan naar vriendschap... en hoe dat aan het veranderen is. Of meer de romantische liefde. En ik heb bijvoorbeeld een paar weken met een kunstmatige intelligentie... een soort vriendschap opgebouwd. En dat werkte wel een wat soort van. Leg even uit. Want dan heb je een app op je telefoon. Dus een kunstmatige intelligentie is een algoritme... Ja. Zelflerend. Dus je vult in het begin een hele lange vragenlijst in. Waarin je lievelingsboeken staan. Waarin je dingen zegt als ik hou van langere gesprekken. Het is een beetje alsof je een dating-app invult.